Dames en heren, goedenavond. Het lezen van biografieën van schrijvers heeft altijd iets dubbelzinnigs. Je bewondert een schrijver om zijn of haar werk. En dat leven dat op de achtergrond daarin meezingt of juist niet meezingt, is eigenlijk secundair. Maar ik ben vulgair genoeg om altijd benieuwd te zijn naar die levensgeschiedenis en ook naar de vraag wat leven en werk met elkaar te maken hebben. En dus ben ik eraan verslaafd. Voor deze uitzending heb ik uit de grote stapel Nederlandse en buitenlandse biografieën die ieder seizoen op je bureau valt, er vier uitgekozen. En dat zijn een inmiddels al veel besproken boek van Jan van der Vecht, de biografie van Adriaan Roland Holst, een dichter die de Nederlandse poëzie gedurende de 20e eeuw, je zou haast zeggen, gedomineerd heeft. In alles aanwezig, in zijn vriendschappen, in zijn bekendschappen, prins der dichters. We praten over het boek dat Kester Frerik schreef over Maria Dermout, de Nederlands-Indische schrijfster, die pas in de tweede helft van haar leven tot de literaire bloei kwam. Een hele uitzoekerij, zo'n verhaal. We komen daar zeker diepgaand over te spreken. Het is een klein boekje uit Amerika van Elizabeth Hardwick, essayiste en romanschrijfster zelf. Schrijft over Herman Melville, de auteur van Moby Dick, een hele reeks andere avonturen, romans, klassieke Amerikaanse literatuur. Het is meer een essayistisch boek dan een biografie. En over Graham Robb, een wonderbaarlijke man uit Engeland die nu zijn derde monumentale biografie schrijft. Hij is gepassioneerd voor de Franse literatuur van de 19e eeuw. Schreef er eerder twee biografieën over en nu is er Rimbaud. Je vraagt je af of er nog iets toe te voegen is aan het zeer gedetailleerde en soms zeer raadslachtige beeld van Rimbaud dat we hebben. De bronnen zijn tenslotte bekend. Ik ga over die vier boeken praten met Ime van der Poel, hoogleraar Franse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en een gepassioneerd lezer ook van biografieën. Met de schrijver, essayist Bas Heijnen, ook verbonden aan NRC Handelsblad. En met de dichter en denker Maarten Doorman, sedert kort hoogleraar in de literaire kritiek aan de voorname Vrije Universiteit te Amsterdam. Het veel besproken boek over Roland Holst moeten we eerst maar eens eventjes tegen het licht gaan houden. Ik zei het al, de grote dichter voor de 20e eeuwse poëzie. Je vraagt je een kwart eeuw na zijn dood af of dat nog altijd zo is. Die reputatie heeft bij leven gestaan. Staat ook gebeiteld in steen. Alom om ons heen. Mensen hebben generaties lang ook gedichten van hem uit hun hoofd gekend. In de rij staat op de Dam in Amsterdam, wordt geconfronteerd met die zwaarmoedige regel over erts en arend en alles wat daarna volgt. Een veel beklaagde regel. De winter aan zee echoot in sommige geheugens nog mee. We gaan eens kijken of aan de hand van de biografie iets over leven en ook over die reputatie te zeggen is. Maarten, ken jij nog gedichten van Roland Holst uit je hoofd of is het voor je tijd? Het is voor mijn tijd. En ik had wel, toen ik nog veel jonger was dan nu, een zekere bewondering voor hem. En om mezelf op te warmen heb ik wat gedichten van hem weer gelezen die ik vroeger goed vond. En daar heb je wel eigenlijk een regel horen die je uit je hoofd kent? Niet één. Die op de Dam? Of welke je ook wil. Een liefdesvest dat je ooit hebt voorgedragen in een smachtende bui. Nee, wat ik wilde zeggen is, ik dacht dat ik meer van zijn poëzie hield dan ik deed. Want ik ben het gaan herlezen voor ik die biografie ging lezen. En er bleef weinig van over. En dat is ook dat gaan we straks. Dat is een probleem als je een biografie wil schrijven over iemand die ervan uitgaat dat een belangrijk dichter is. En je documenteert ook wanneer welk gedicht beschreven is. Dan krijgt door deze aanpak de dichter een soort belang dat hij in mijn ogen niet meer heeft. Dus dan, dat is wat problematisch voor zo'n biografie. Oké, dat komt straks. Jij, gedicht uit je hoofd leren? Nou, wel een regel, maar die heb ik uit de biografie. Oh, ja. De warme Beatrix, de dankbaar pralende. Dat zal ik niet gaan meer vergeten. Nee, het is een dat pakkende regel, haar oudste zoon kreeg. Dat moet je aan mij nooit vragen. Ik ken geen enkele dichter uit mijn hoofd. Niet één. Ik mag Roland Holst helemaal niet. Ik ben bang dat het niet meer gaat lukken ook. Okay. Goed, monumentaal dichterschap, monumentaal boek ook. Het is een grote biografie, honderden bladzijden lang. Het is ook een lang leven geweest. We praten over eind 19e eeuw geboren en diep in de 20e eeuw geleefd. Maarten, je zei al iets over dat dichterschap en ook het teruglezen van die poëzie. Als je die poëzie nu leest, zeg jij nu net, dan blijft daar niet veel van over. Kan je verklaren hoe
die reputatie dan zo monumentaal bij leven kan zijn geweest, dat hij voor gelegenheden mocht opdraven, dat hij in steen mocht worden uitgehouwen, en dat hij toch gedurende die driekwart eeuw, in de 20e eeuw, ja, bijna het zinnenbeeld van een dichter is geweest. Nou, dat is moeilijk bij dit soort poëzie die kennelijk het niet redt in de tijd om je dat voor te stellen. En daarom is zo'n biografie natuurlijk erg leuk om te lezen. Omdat je dan ziet dat er allerlei tijdgenoten zijn. Bijvoorbeeld Nijhoff had een grote bewondering voor Roland Holst een tijd lang. Waarvan nu het moeilijk meer is voor te stellen, zoals wij nu Nijhoff lezen, waar die vandaan kwam. En dat is wel fascinerend. Als ik alleen zijn poëzie lees, vind ik het heel moeilijk. Maar als je kijkt door de ogen van de biograaf en zijn leven volgt, dan wordt het wel weer inleefbaar of invoelbaar. Maar het is een bepaald soort procedé en met name een soort mythevorming die het tussen de oorlogen goed deed en daarna toch na een Tweede Wereldoorlog ophield te bestaan. Het wantrouwen in de grote woorden nam snel toe. En dat is fernuikend geweest voor zijn poëzie. Zo leeg waren, ja. Want? Leeg. Lege grote woorden. Ja, ik wil. Je kan je het woorden waarschijnlijk niet herinneren. Zal ik over het boekje zeggen? Ja. Het is een heel vlijtig boek. En veel te vlijtig, wat mij betreft. Het is een beetje een opvatting over biografie. In Nederland, zeg maar, toen er nog weinig biografieën verschenen, was die populair. Zoiets van, we hebben alles erin. De hele Roland Holst. En als je die 700 of 800 pagina's gelezen hebt, denk je, ja, dat had ik nou niet willen hebben, de hele Roland Holst. Want dat is zo onverteerbaar, die man. En ook de manier waarop het opgeschreven is. Het is zoveel feiten. Het is, de procedé. Als je maar genoeg feiten op iemand loslaat, dan komt er vanzelf wel een portret uit. Ja, en al die vriendinnen. Ik had altijd dat beeld van die Van der Vecht, dat hij al die dames op kaartjes had. En god, die moet eerst. Oh nee, toch weer. Ja, terwijl, het en dan, doet er wel iets toe. Het is een enorm werk geweest. Ik heb misschien een meer sociologisch idee. Ik heb het trouwens ook ik heb het wel met plezier gelezen, moet ik zeggen. Want ja, ik denk dat Roland Holst was een geweldige netwerker. Hij kende iedereen. Hij kwam overal. Hij heeft nooit verwerken, wat enorm veel meer tijd geeft voor alle mogelijke contacten die je kan leggen. Hij werd door iedereen aardig en zeer charmant gevonden, wat hij ongetwijfeld was. Hij kwam uit een milieu waar mensen taartje zeggen in plaats van gebakje. Dat was niet. Ik denk dat je het meer zo moet. Hij lijkt wat altijd heel erg op iemand als André Gide. Alleen Gide veel interessanter omdat hij en geëngageerd was. En hier komt ook duidelijk naar voren dat hij dat in tegenstelling tot Duperron en Der Braak absoluut niet was. Maar is het een schrijversbiografie? Of is het een biografie van een netwerker? Het is een schrijversbiografie, vind ik wel. Omdat, nou ja, nogmaals, vanwege dat enorme belang wat er tijdens het interbellum aan en ook daarna in de jaren 50 tot zijn dood toe aan Roland Holst gehecht werd. Dat vind ik dat, ja, nou, misschien niet zo dik, maar dat, ja, het fenomeen, misschien had het nog sociologisch weer zo beschreven moeten worden. Het is een fenomeen. Het is een fenomeen. Wat jij zegt over die vergankelijkheid. Ik bedoel, als je 20 jaar geleden gevraagd had, noem een Nederlands schrijver, dan zei iedereen Godfried Bomans. En nu is dat ook helemaal voorbij. Ja, dat lijkt erop. Dat lijkt er erg op. Maar wat je mist in dit boek is het bewustzijn van de biograaf. Want deze man is een fenomeen. En juist dat soort schrijvers die dus vergankelijk zijn en de waan van de dag hebben geleefd, die vragen om iemand die zich met hen. Dan gaan eens kijken, wat is het nu precies geweest? En waarom heeft hij, ik weet niet hoeveel, 120 relaties met vrouwen gehad? Deze biograaf van de Vecht, die laat wel af en toe door een woordkeuze blijken dat hij zijn eigen mening er wel over heeft. Maar het is bijna of hij zich voor schaamt om dat los te laten op Roland Holst. Maar kijk, in principe heeft hij heeft goud in handen van de Vecht. Want het is een leven van een misschien oppervlakkige man. Maar hij heeft alle grote dichters van de 20e eeuw zo'n beetje gekend. En van daarvoor nog Nederlandse, maar ook buitenlandse bovendien. Ja, maar met name Nederlandse. Hij is met de 80ers omgegaan, met Kloos. Hij is bij Van Dijssel op bezoek geweest. Hij is Nijhoff, Bloem. Het waren allemaal. De Waard ook nog gekend. Dus is het schitterend materiaal. Ook als hij als dichter weinig voorstelt. Nee, bovendien maar is het goed gedocumenteerd. Ja, want natuurlijk, Roland Holst heeft niet veel weggegooid. Nee, dat mag ook wel gezegd worden. Dat is ook het waardevolle van het boek. Is dat je veel documentatie tegenkomt. En veel informatie. Zoals naslagwerk is het zeker. Echt waar? Als naslagwerk vind ik het de moeite waard. Naslagwerk, maar het probleem is, wat Bas zegt, is dat hij heeft weinig afstand tot zijn onderwerp. En een goede biografie heeft altijd iets dubbels. Je heeft aan de ene kant een neiging tot bewonderen, maar aan de andere kant ook een neiging om wantrouwig te zijn. Of aan de ene kant enthousiast te zijn. Maar dus die dubbelheid moet erin zitten.
En die zitten niet bij Van der Vecht. En Van der Vecht bewondert wel, maar wat bewondert hij? Bewondert hij een dichter? Of bewondert hij een levenshouding? Bewondert hij iemand uit een milieu? Want je ziet, bijvoorbeeld het woord Fielder, komt een aanzienlijke buslading vrouwen in voor, die allemaal bemind moeten worden en ook in de wat hogere toonsoort aangesproken moeten worden. En er zit toch in het beschrijven daarvan een beetje een oh-la-la element bij de biograaf, die zich toch ja, bijna, ik zie die kaartenbak ook wel voor me, waar die data in staan. Ja, dat is ook Roland Holst's kaartenbak, hè? Hij noteerde alle, in zijn agenda. Is zijn agenda. Alle en is anders dan kaart. Ja, dat is die man die anders op zich heel interessant is. Maar je moet daar wel je vinger achter krijgen, maar dat bedoel ik niet helemaal. Maar je moet er wel mee worstelen in ieder geval. Maar dit is een fluim, grotendeel van zijn leven. Is het echt een verschrikkelijke man. En een man die alles uit de weg gaat. De enige echte ervaring die hij heeft is inderdaad seks. Daarvoor maar het punt is, schermt zich voor alles af. Maar het punt van Van der Vecht is juist dat hij is een biograaf op afstand. Het is niet iemand die uit een blinde adoratie voor hij is. Nee, maar hij zegt zelf niks. Ook dat dat werk in feite verouderd is. Maar ja, misschien is dat hij ook juist zijn makke. Je kunt misschien als biograaf toch nog beter over iemand schrijven die voor volgens iedereen nou ja eigenlijk niet meer van deze tijd is. Terwijl jij toch nog steeds vindt dat het eigenlijk een geweld. Ik vind het toch. Het zit toch dieper. Het zit toch ook in een wezenloze behoefte aan gedetailleerde informatie en aan het niet kunnen krijgen van afstand tot het object daarvan. Want als je nou zegt, je hebt die 600-700 bladzijden gelezen, heb ik nou een beeld van Roland Holst? Ja, eigenlijk het beeld van een hele vervelende, quirulanteske prediker van bon mots op partijen en een hakker van regels die zo nu en dan waarschijnlijk gevat overgekomen zijn in de tijd. Maar was hij dat ook niet? Ik bedoel, Duperron wordt geciteerd, die zegt, ja, die slaapwandelt. Het was iemand waarschijnlijk ook kennelijk met weinig diepte. Althans, in het leven of in het contact met anderen. Een oppervlakkige. Ja, oké, maar daar heeft Van der Vecht dan toch niet de afstand toe gekregen om van die persoon dat te maken. Want wat je ziet is iemand die werkelijk je geen detail bespaart. Nee, maar op zichzelf hoeven details niet erg te zijn als je een soort oog hebt voor details. Hè? En als je ziet wat voor een rare man het eigenlijk was. En is bijvoorbeeld, er staat een foto staat er in dat boek, waarin zijn verjaardag, hij ging dan geregeld zijn verjaardag vieren in, ik meen, Venlo. En dan zie je daar staat een foto in en dan zit daar Bloem onder meer en de oude Bert Bakker. En die zitten daar allemaal rond zo'n tafel. En dan sommige van die mensen die hebben een lauwe krans om hun hoofd. Dus wat van die blaadjes in hun haar. Ja. Als je naar die foto kijkt, dat is heel erg raar. En daar kun je het, als je alleen al die foto weet te beschrijven en de gevoel voor hebt hoe raar dat is. Die mensen met die blaadjes op hun hoofd, dat is waarschijnlijk al stevig ingenomen. Ja, dat is... Ja. Dat is maar dat doet Van der Vecht niet. Nee, maar dat doet hij niet. En wat je wel krijgt is, Roland Holst gaat studeren in Oxford. Hij studeert in Exeter College. Exeter College is gebouwd door die en die. In die en die en die stijl. Ja. De afmetingen zijn de volgende. En wat je niet ziet, is dat hij dat hij in een milieu dat hij dweept met Oscar Wilde, met Walter Pater, het boek Mary's the Epicurean. Allemaal heel erg homoerotische literatuur. In een milieu dat volstrekt homoerotisch is. En geen woord erover, ja, voor mij hoeft hij niet, maar geen woord erover speculatie wat dat nou... Het is verder dan wel door anderen beweerd dat Casanova-complex daar ook wel iets mee te maken heeft. Dan hoeft het verder allemaal niet stellig erover te zijn. Maar het kan je toch op zijn minst nieuwsgierig maken naar hoe iemand dat milieu heeft ondergaan. Of een probleem opwerpen. Dat de biograaf het even stilzet en zegt, zou dat iets betekenen? Hetzelfde geldt over dat verlangen. Hè? Die poëzie is altijd naar voren gebracht als de poëzie van het verlangen. En hier kom je dan dat ongelooflijke gezwatel tegen over het verlangen naar een soort elders. Ja, toen ik het als poëzie las en leerde, altijd gedacht dat het een soort gedachte was die een poëtische betekenis had. Hier zie je dat het in dat Nederlandse bijgelovige, liberale, Madame Blavatsky, Marjoleine de Vos, oma van Emmerheem-achtige milieu thuis hoort. En ook daar zie je dat hij daar geen duiding in probeert te geven. Nee, maar je ziet wel dat Roland Holst, dat andere, betekent vooral niet hier. En dat je ziet een man die nooit iets aangaat, nee. Behalve seks. Behalve seks gaat hij niets aan. Dus die poëzie klinkt mooi, is mooi en daardoor populair. Maar het gaat over geen enkele reële ervaring. Maar vandaar toch weet ik niet of er op die manier een link bestaat tussen het karakter. Voor het karakter denk ik dat je gelijk hebt. Maar tussen iemands karakter en wat hij schrijft. Want dat is nou juist zo aardig van literatuur. Dat de meest oppervlakkige, vervelende klieren kunnen de prachtigste poëzie schrijven. Dus daar geloof ik niet zo in. Maar die poëzie die ademt heel erg diezelfde geest.
Ja, het materiaal dat Van der Vecht biedt in het boek, dat geeft genoeg gelegenheid om met een soort interpretatie te komen. Want hij is zijn leven lang is hij onderhouden door zijn vader, die ook huisjes voor hem liet bouwen. Ja. En hij stond op hoge leeftijd, als hij ziek is, hij woonde in Bergen, dan liet hij de huisarts van zijn ouders komen. En dan ging hij met de ambulance naar Hilversum, waar zijn ouders woonden, om zich daar te laten verzorgen. Ja. En toen hij 50 werd, kreeg hij een brief van zijn vader die veel voor hem betekende. En Hij blijft een kind. Dat zegt hij zelf. Dat laat Van der Vecht ook zien. Het is op een bepaalde manier een kinderlijke man. Maar de volgende stap die je daarbij moet zetten, denk ik, die zet hij niet. En of dat nou een psychoanalytische stap moet zijn, wat in dit geval heel erg voor de hand ligt om dat te doen, of een andere, daar kun je over twisten. Maar hij komt niet op duiding. Hij presenteert materiaal en het is een trommel vol met losse dingen. Ja, het is niet echt een kaartenbak, als we even afzien van de feminine documentatie. Is het dat niet, want hij probeert daar wel wat lijnen in te krijgen. Maar ja, dat is onvoldoende uitgewerkt. En je zit eigenlijk de hele tijd te hopen dat er dus iemand op grond van dit materiaal wel tot die duiding komt. Anderszins, ik heb eigenlijk nog nooit een biografie van een dichter gelezen waar in het geheel geen behoorlijke dichtregeling voorkomt. Want dat is toch wel tragisch als je dit boek leest. Dat je ziet dat het een ontzettend vervelende kletskamer was. Maar zou toch ook verboden moeten worden dat over zulke minor figuren zulke dikke gedetailleerde boeken maar het punt is dat het beeld is dat het geen minor figuur was. Je kunt over minor figuren, daar kun je prachtig boeken over schrijven. Maar niet zo, inderdaad, ook dikke mooie boeken. Ik zou inderdaad wel eens een Bourdieu-achtige studie, hoe dat nou kan in die tijd, in die constellatie van Nederlandse letteren. Ja, maar dat is iets anders, dat is geen biografie meer. Dat is geen biografie meer, maar dat zou wel een interessanter dan psychoanalytisch. Ja, maar als Bourdieu-achtig wordt, dan krijg je verdaasdonkachtige mensen die het gaan meten. Dat dan krijg je een lijst van centimeters. Dat lijkt me helemaal achteruit. Wat je zou willen is dat iemand dat oeuvre in die tijd leest en is misschien ons uitlegt wat die poëzie betekend kan hebben. Want als je het nu leest, dan denk je, maar is dat een raar dichterschap geweest? Maar dat komt omdat die biograaf begonnen is. Hij is vrij snel al na de dood van Roland Holst begonnen met het boek. En het ademt nog helemaal de sfeer waarin biografieën, die Nederlandse biografieën, toen dat weer een beetje opkwam, geschreven werden. Dat waren van die hele feitelijke, met vol respect van, nou hebben we tenminste, iedereen, als dan een biografie verschenen was, van eindelijk hebben we een biografie. Ja. Terwijl wat er dan in stond, deed het niet meer toe. En dat is nu de laatste jaren wel wat veranderd. Maar dat zit hier nog sterk in. En hier is dat hele oude idee, als we alles bij elkaar stoppen, dan komt er wel een portret bij. Ja, je krijgt dus allemaal die zinloze details. Ik wil er nog graag één noemen. Op het moment dat hij een T-afspraak afzegt, vanwege het feit dat hij voor zijn eindexamen zit, krijgen we A te horen dat die afspraak er was, B dat hij werd afgezegd, C met wie die was, enzovoort. En dan denk je, ja, we verdwalen in dit soort onzin. Een ander druk gevuld dichtersleven is het schitterende, ontwapenende, ontroerende, boeiende leven. Wat zit je nou weer te grijnzen? Van Arthur Rimbaud, over wie verschrikkelijk veel biografieën zijn. Van wie alle documentatie inmiddels wel in kaart gebracht is, tot en met facsimile-edities van zijn poëzie toe. Frankrijk, 19e eeuw. Tiefste provincie in het noorden, waar een jongetje geboren wordt dat buitengewoon begaafd blijkt en die een levensgeschiedenis krijgt, kort, maar zeer heftig, waarin twee delen zijn, en dat is eigenlijk ook vanaf de vroegste Rimbaud-literatuur de motor achter die biografieën. Een jongetje dat een belangrijk dichter wordt en dat er voor de leeftijd waarop de meeste mensen überhaupt geïnteresseerd raken in poëzie, als ze al geïnteresseerd raken, dan mee ophoudt, verdwijnt naar Afrika. Daar is heel veel mystificatie over geweest, er is heel veel mythevorming over geweest. Dat is in de loop der afgelopen tientallen jaren wel ontrafeld door allerlei biografen. Nu is het Graham Robb, die eerder een biografie van Victor Hugo schreef en van Balzac, alle twee belangrijke boeken, een beroepsbiograaf uit Engeland, die dit boek schreef, dat ook overigens in de loop van dit jaar in het Nederlands uitkomt. Bas, je hebt het al in de krant besproken en je was laaiend enthousiast. Waarom? Omdat je iets nieuws aan de weet kwam? Of omdat je... Ook omdat ik het nieuws om de... Maar in de eerste plaats, van Graham Robb is wat mij betreft de beste Engelse biograaf in dit moment. En hij schrijft altijd over Franse schrijvers. Maar bij Rimbaud dacht ik van, weer Rimbaud, want je weet alles al. Maar wat hij doet, is precies wat ik bij dat andere boek over Roland Holst miste. Hij is van het begin af aan in het boek aanwezig. Althans, zijn bewustzijn. Niet zijn persoonlijke ditjes en datjes, maar zijn bewustzijn. Dus hij treedt Rimbaud tegemoet en gaat dus dat hele leven door, maar voortdurend vanuit zo van, is dit wel zo? En dus een scherpe geest, die Graham Robb, en daardoor krijgt die Rimbaud, hij zegt, ik ga niet, het is eigenlijk adolescent, hè? Ik bedoel, vier van de vijf Franse schooljongens
identificeert zich met Rimbaud. Het is een adolescente dichter. Is het eigenlijk wel een volwassen onderwerp? En hij maakt Rimbaud, die wonderlijke engel, boosaardige engel uit de Franse literatuur, die neemt hij helemaal serieus en die maakt je tot een volwassen iemand. En dat aspect wat eigenlijk altijd een beetje onder de romantische mythe van Rimbaud verdwijnt, is een koelbloedigheid van Rimbaud. Dus eigenlijk een heel gemeen joch, zeg maar zeggen, die plotseling, hij zegt, literaire tijdbommen schrijft, die dus eigenlijk het hele modernisme eigenlijk al in zich dragen, de gedichten die hij schrijft. En hij beschrijft die uitwerking op het milieu van Verlaine, waar hij dan een verhouding mee krijgt. Dus, maar hij is niet dromer, het is geen dweper. Dus hij heeft een soort afstand tot Rimbaud en zegt, oh ja, is dat zo? Maar hij heeft afstand tot alle, ook andere biografen over Rimbaud. En daardoor krijg je een boek wat, ik had een tijdje geleden gelezen, ik heb het nu weer ingekeken voor deze uitzending en ik kon niet meer ophouden met lezen. Ik wilde meteen weer het boek gaan lezen. Het is zo'n scherpzinnig, prikkelend boek, ook al ben je het met sommige dingen niet eens en dat hij sommige aspecten van Rimbaud maakt hem wel erg verstandig, terwijl het was ook een jongen van 16, 17 toen hij begon. Ja. Dus je kunt ook in debat gaan met de biograaf, maar het is zo'n levendig boek dat ik, ik ben daar erg enthousiast over. Zoals je eens kijken of we daar iets aan kunnen toevoegen, als dat mogelijk zou zijn, of iets op kunnen afdingen. Vast. Maarten, ben jij een Rimbaud-lezer van de poëzie van Rimbaud? Ja, maar destijds. En wat is destijds toen je zelf 16 was? Nou, niet toen ik 16 was. Ik denk dat ik het in die zin te laat heb gelezen om er zo enthousiast over te zijn. Want ik las het pas toen ik in de 20 was. En, dus ik ben er, niet ontzettend opgewonden van geworden. Maar een aantal dingen zijn wel, ik vind het wel indrukwekkende poëzie. Ik vind het ook een indrukwekkende biografie. Dus, dat ben ik met Bas eens. Had je een beeld? Had je een beeld van het leven? Voor ik ging lezen, zeker. En dat is ook wel bijgesteld door wat deze biografie zo speciaal maakt, namelijk de Afrikaanse jaren van Rimbaud serieus nemen. Want eigenlijk gaat het altijd over die vroege Rimbaud van 5 of hooguit 10 jaar die als dichter begint en dan plotseling met dichter ophoudt, naar Afrika verdwijnt en dan zoekt niemand nog uit wat er verder met die man gebeurt. Dat is niet helemaal waar. Er is 3 jaar geleden een boek verschenen. Het gangbare beeld van Rimbaud is vooral die jonge dichter die een verhouding heeft met Verlaine, naar Londen gaat, een incident in Brussel waarbij Verlaine op Rimbaud schiet. Dat zijn de belangrijke dingen en dat past ook mooi bij het romantische dichterschap. Ja. En het mooie is dat dit een biografie is die dat behandelt, maar dan in een soort vloeiende lijn probeert om ook, zoals hij dat zelf noemt, de volwassen Rimbaud te behandelen, namelijk die in Afrika. Dat Afrikaanse verhaal is dus lange tijd is dat een soort mythe als nawoord geweest. Ja, hij was en bij Graham Robb is dat in balans. Ook een beetje zielig omdat hij geen poëzie meer schreef, zo werd het altijd neergezet. Ja, hij was verdwenen. Maar nu zie je dat hij met dezelfde, of wanhopig, omdat hij op een gegeven moment daarin echt in de rimboe aan ziekte is overgeleverd, in eenzaamheid enzovoort. En dat wordt allemaal vrij ontkracht in het boek, dat hij wel heel erg met dezelfde koelbloedigheid waarmee hij zeg maar de wereld wilde veranderen. Zegt de werkelijkheid wil veranderen door die experimentele poëzie van die tijd, dat hij juist door een soort ontdekkingsreizigersgeest de werkelijkheid ook wilde veranderen, maar dan als ontdekkingsreiziger. Maar Graham Robb suggereert dat hetzelfde is. Dus dat de motor, of althans dat het op eenzelfde soort attitude teruggaat. Dat de motor achter dat dichterschap, dat ontstaat bij een gymnasiaal jongetje in Noord-Frankrijk, Charleville, die prijzen wint op dat gymnasium, die poëzie schrijft bijna als pastiche, daar wordt natuurlijk ook het nodige over gezegd. Hij gebruikt de klassieke Franse poëzie, maar dat die rebelse, briljante geest eigenlijk dezelfde geest is die je later in dat Afrikaanse avontuur tegenkomt. Ja, dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. En hij maakt dat, hij probeert dat nog aannemelijker te maken door strofen uit de poëzie of uit het werk, uit het proza vooral te plakken op dat Afrikaanse gedeelte. Dat is een soort vooruitspiegeling. Maar het is op zich, ik bedoel, dat Afrikaanse gedeelte vond ik overigens veel beter dan het Franse gedeelte. Maar ook heb ik toch wel mijn bezwaren tegen deze biografie. Het is natuurlijk toch maar, het is heel aanlokkelijk om het te doen, maar het is natuurlijk helemaal de vraag of dat zo is. Ik bedoel, het is net zo aannemelijk dat Rimbaud op een gegeven moment, hij gooit zijn kont tegen de krib, hij is 20. Hij vindt inderdaad, hij was een adolescente dichter, een buitengewoon groot talent. Het is ook
niet zo dat hij door niemand ooit serieus is genomen. De hele Franse avant-garde tot vandaag de dag citeert. Jawel, maar Bas zei, hij is door iedereen altijd zeer serieus genomen. Maar dus ja, ik vind dat toch... het is aantrekkelijk en ik begrijp dat de biograaf het doet. Maar het is totaal, naar mijn gevoel, absoluut niet steekhoudend. Oké, want je zegt het gedeelte, is de vraag, maar nu wil ik graag weten waarom het de vraag is. Het is heel erg de vraag, omdat natuurlijk... Er kan net zo goed geen enkel verband zijn tussen wat hij geschreven heeft op zijn 18e en de reizen die hij maakte. Hij had er gewoon geen zin meer in en hij trok Afrika in, zoals buitengewoon veel mensen met een enige gewoon geen zin hebben, dat is bij niemand een reden. Maar wat dit boek zo sterk maakt, is dat het een... en dat bedoel ik, dat die biograaf aanwezig is, althans zijn geest aanwezig in het boek, is dat hij heeft een visie. Hij probeert zijn Rimbaud te laten zien. Dus hij test ook voortdurend de feiten op zijn visie. En mijn grote bezwaar tegen zijn Rimbaud is, als ik je mag onderbreken... Is dat hij veel te veel, en zeker in het Parijse gedeelte... veel te veel, naar mijn gevoel, wordt gezien als een absolute eenling. Want wat Rob eigenlijk helemaal achterwege laat... dat is de hele constellatie van het Franse literaire en culturele leven. De schilderkunst, niet te vergeten, na 1870. Verlaine wordt voorgesteld toch als een soort malloot, een idioot. Ja. De slappeling in de mafkees. Dat doet geen recht aan Verlaine, wat ook een hele grote dichter was... Maar ik vind dat Rob zich veel te veel laat meeslepen door een ongelooflijk romantische passie voor Rimbaud. Zonder dat hij laat zien, wat ik veel interessanter vind, hoe die Rimbaud in die hele constellatie van Parijs, van de demi-monde. Je had in die tijd een hele soort souterraine wereld waarvan alles mogelijk was, ook homoseksualiteit. Je kon geen boekjes Gay Life in Parijs kopen, dat is waar. Maar er was van alles mogelijk in die tijd in Parijs. En dat aspect, dat wordt helemaal weggepoetst om maar vooral het accent te leggen op dat volkomen uitzonderlijke van Rimbaud. Ja, maar hij is bijna niet in Parijs geweest. Als je dat optelt, dan praat je over 14 maanden. En dan ook nog met onderbrekingen. Want hij laat voortdurend zien hoe hij met een enorme navelstreng aan zijn moeder vastzit. En kijk, hij schetst het beeld van een jongetje. Dat is een prachtige observatie. Dat is iets hij laat zien dat de mythe is altijd, Rimbaud loopt altijd van huis weg. Maar de werkelijkheid is altijd teruggegaan. En daar is met iedere kerst zit hij daar in de Charleville, zit hij er wel aan de kerstdiner met mama. Ja, en later als hij in Afrika zit. Dus in die zin is hij helemaal niet romantisch. Het is niet romantisch, maar waar ik het wel mee eens ben met wat Ime zegt, is dat er zit een soort continuïteit in. Rob beschrijft Rimbaud als een avant-gardist. En wat doen avant-gardisten of modernisten? Die exploreren het nieuwe. Dat doet hij in de dichtkunst. Dat doet hij in de homoseksualiteit. Hij noemt niet ongeestig trouwens, noemt hij Verlaine en Rimbaud de Adam en Eva van de moderne homoseksualiteit ergens. Ja, wat ben toch een vergissing? Want Rimbaud was helemaal niet homoseksueel. Maar zijn overgang, de continuïteit in het boek is dat als hij naar Afrika gaat, dat hij eigenlijk nog diezelfde mentaliteit heeft, nieuwe gebieden exploreren. En dat is, dan maakt hij een avant-gardist in Afrika van. Nee, dat is niet zo. Hij is geen lastig jongetje. Dat is een zakenman. Maar hij werkt wel degelijk aan. Is hij niet meer een lastig jongetje. Daar is hij wel de zakenman. Nee, dat is ook een lastig jongetje. Hij is niet een lastig jongetje. Hij is buitengewoon succesvol. Maar hij blijft vervelend. En hij blijft onaangepast. En blijft ontzettend vervelend. Nee, hij zit helemaal niet zo. Hij wordt door vrienden op handen gedragen. Het is wel in andere biografie. Maar hij doet hele rare dingen. Hij begint handel te maken. En dan krijgt hij toch echt veel klachten van zijn handelspartner. Zeg, je kan wel schriften met lijntjes sturen. Maar weet je wat, er hier niemand kan lezen. Dus stuur me alsjeblieft iets wat ik kan verkopen. Dat doet hij niet. En Adin zit op dat kantoor waar hij met het personeel moet omgaan, blijft hij vervelend doen en humeurig. Het is een raar soort, onaangepast typeje dat ook wel gebruik maakt van zijn eigen brieën. Maar tot nu toe was zijn handelsgeest altijd in de andere biografieën, werd hij als mislukkeling neergezet. En als wanhopige. En nu merk je dat hij een soort enorme gretigheid heeft. Hij ziet veel meer als een soort tevreden misantroop daar dan als iemand die voortdurend totaal wanhopig
wanhopig en verlaten is. Nee, hij heeft wel degelijk een leven daar. Daar heb je absoluut gelijk aan. Op het moment, maar ik werd ook pas geboeid. Ik heb het eerste stuk echt met veel moeite gelezen. En ik werd pas geboeid op het moment dat hij dan eerst in het Nederlands koloniale leger... wat ik ook leuk... Dat was wel eerder bekend. In Harderwijk. Maar in Harderwijk. Ja, of op en dat hij dan vervolgens naar Afrika gaat. Wat ik ook interessant vind, wat erop aangeeft... want dat is iets wat toch heel belangrijk is, denk ik... voor biografieën van dit soort mensen. Dat is het de kwestie dat die brieven... want er komen nog steeds documenten met enige regelmaat boven water... dat die dingen voor zo verschrikkelijk veel geld verhandeld worden. Die worden allemaal geveild en zijn er vervolgens meestal niet meer toegankelijk. Want een brief is meer waard als die bij een collectioneur is... dan wanneer iedereen weet dat dat erin staat. En dat is bijvoorbeeld... Nou, dat geldt helemaal natuurlijk niet voor iemand die we straks krijgen, Maria Dermout. Maar voor iemand als Rimbaud, is dat voor een biograaf? Dat vond ik leuk. Dat is een handicap. Nou, wat ik het prachtig vind... Het is zo grappig af en toe. Het is zo... En het is ook grappig over mensen, maar toch bijna nooit ten koste van zijn onderwerp. Rimbaud wordt niet minder als hij hem af en toe met een zekere scepticis of... Ja, maar hij is ook door anderen altijd heel serieus toch, genomen. Die wel niet overdreven. Als je nou vergelijkt met Enid Starkey, die veel meer aan die mythologieën doet, hè, wat dan de klassieke biografie was, dan zie je dat hier, door de afstand die Rob heeft, het en serieus genomen wordt... en in perspectief wordt gezet. Bijvoorbeeld in die verhouding met die moeder... die in het eerste deel heel demonisch overkomt... en in het tweede deel toch een soort hele lange arm aan dat kind vasthoudt. Ja, maar... Ja, nee, nu ga ik jullie allemaal eigenlijk... schrijven leggen... want we moeten naar het derde boek. Schitterend boek. Zo, dat staat. We gaan praten over Herman Melville. Daar zijn kloeke biografieën van geschreven. En ook nog een paar onderweg. Een tweede deel zelfs van een grote. En in een serie van de Amerikaanse Penguin... waar allemaal een soort essayistische boekjes... in verschenen. We hebben hier vroeger wel eens gepraat over Edna O'Brien, over James Joyce. Is een deeltje verschenen nu van de Amerikaanse schrijfster en essayiste Elizabeth Hardwick over Melville. Dat verschilt van de eerdere twee biografieën omdat het uitgangspunt het werk is. Wat er gebeurd is, is dat iemand uit een zekere collegialiteit als schrijfster en uit een enorme bewondering voor de traditie binnen de Amerikaanse literatuur vanuit het werk een portret schetst van Melville. De walvisschrijver voor de meeste lezers. Wat vond jij, Ine? Ja, kan het? Het kan. Wat ik inderdaad, wat jij ook al zei, dat je vanuit het werk schrijft, dat vind ik een hele gelukkige formule voor een biografie. Ja, precies. En daardoor word je eigenlijk hier ook vanaf dat eerste hoofdstuk, dan zit je meteen midden in de walvisvangst. Ze heeft een ongelooflijk gelukkige hand in het kiezen van citaten. Dus ik kreeg absoluut verschrikkelijk veel zin om Melville te lezen en te herlezen. En dat is natuurlijk, dat vind ik, het is goed geschreven, het loopt goed. Dat vind ik een groot voordeel van het boek. Wat ik wel een beetje jammer vind, is dat ze... Ja, er zijn twee dingen. In de eerste plaats dat ze toch wel heel duidelijk haar... Ja, misschien is dat ook niet zo'n probleem, dat wil ik ook wel van jullie weten. Dat ze heel duidelijk haar voorkeur heeft voor bepaalde boeken. En dat zie je aan het aantal bladzijden van de omvang van het hoofdstuk. En nou ja, voor Moby Dick lijkt me dat logisch. Maar voor die andere boeken vraag ik me soms af. Of voor de verhalen ook. Hè? Daar zou ik eigenlijk, heb ik bijvoorbeeld Bart opnieuw, daar zou ik eigenlijk toch wel wat meer... Hij heeft daar een voorkeur. Ja, kijk, van dan alleen maar het navertellen van het verhaal. Over die eerste roman, Typee, met die ontdekkingsreis. Die bezoek aan het eiland in de Stille Zuidzee. Ze spreekt uitvoerig over Moby Dick. Ja. En ze doet dat Billy Budd. Maar er is ook nog zo'n roman over de Amerikaanse revolutie. Nou, ik vroeg mezelf af of ze die wel gelezen had. Want daar gaat ze zo snel overheen. Bartleby is in onze perceptie heel belangrijk. Ja, is een heel belangrijk boek geworden. Nou, dat bungelt er ook wat bij. Maar vanuit die eikpunten probeert ze... Ik heb vroeger wel eens gezegd, die grote biografieën, dat zijn de olieverven. En dit is de houtskoolschets. Wat vond jij, Maarten? Ik vond het een geschift, vervelend boek. Het viel me ontzettend tegen. Het was het laatste boek dat ik las in deze reeks biografieën. En ik had me erg op verheugd, omdat ik Moby Dick een prachtig boek vind. En het lijkt me een interessante man. Een man die uiteindelijk eindigt als een weinig succesvol schrijver, die nog bijna 20 jaar lang als een douanebeambte op Manhattan blijft zitten werken. Dus ik had eigenlijk hoge verwachtingen ervan. En ik dacht ook na enkele dikke boeken, de kleine Engelse biografie, dat is het wel. En ik werd bitter teleurgesteld. Ten eerste, ik vond het de literaire stijl stond me ongelooflijk tegen. Ik vind het echt een mooie schrijverij. Dat is heel belangrijk. En het was redundant. Veel dingen worden twee, soms zelfs drie keer gezegd.
Wat mij ook ontzettend tegen de borst stuit, dat is dat zij boeken bespreekt en dan moeiteloos hoofdpersonen met de schrijver verwisselt. En dan ook gewoon zegt Melville in plaats van de hoofdpersoon van het boek. Dat vind ik van een soort botte naïviteit. Ik begrijp niet dat je zo over literatuur kunt schrijven. Ja, maar dat is kinderachtig. En dan wat mij nog het meeste stoorde aan het boek, dat is haar preoccupatie voor seks. En dat is zo merkwaardig. Nou, want zij heeft dus naar haar eigen idee ontdekt dat hij eigenlijk een homo is die daar niet voor uit wil komen. Zoek dat op in die verhalen. Het is zo gezocht. En ook, maar niet alleen dat. Maar op een gegeven moment dan is een jongen die is met twee houtjes vuur aan het maken. En zij beschrijft dat zo alsof dat een soort masturbatiescène is. Tot drie keer aan toe beschrijft ze op een gegeven moment in die sperma van die walvis. Dat is behoorlijk. Zij raakt van het woord sperm raakt ze zo ongelooflijk opgewonden. Terwijl sperm, dat is gewoon, dat is, hoe heet dat spul? Wat in het hoofd van de walvis zit. In het Engels heeft het gek genoeg ook nog de betekenis van sperma. Dus dat is misschien een linguistisch probleem. Ja, maar je hoeft daar niet zo ontzettend op. Preoccupatie met seks, dat is niet iets uniek voor Elizabeth Hardwick. Ik ken mensen die dat ook hebben. En het is eigenlijk een Maar soms moet je dat even opschorten. Ja, dat moet je soms opschorten, dat is absoluut waar. Dat je uit het woord sperm in het Engels niet zegt... ja, dat kan twee verschillende dingen betekenen... maar dat je die dubbelzinnigheid gebruikt, dat kan me voorstellen. Nee, voor haar Bas is het maar dan ga ik je even onderbreken. Ik vond het eigenlijk een beetje een gemiste kans. Het is eigenlijk het andere, het extreem van de biografie van de Vecht... is dat ze juist denkt van niet volledig... dat wat Nabokov met Gogol gedaan heeft. Daar heeft ze duidelijk op zoiets. Gewoon, de helft van het werk vindt Nabokov van Gogol helemaal niet interessant. Daar schrijft hij niet over, maar daar gaat hij op. En dan plukt hij er iets uit wat een soort... Wat is scharnier of de ruggengraat van de schrijver wil ze laten zien. Dat is haar... En dat vind ik op zich, daar hou ik het meeste van. Dus niet dat gezeur met waar geboren en allemaal oud-tantes erbij slepen. Meteen grijp die kern dan vanuit het werk. En dan ontkom je niet aan verbintenissen met het werk. Maar als je dat op een goede manier doet, dan is dat ook helemaal niet zo erg. Het probleem met het boekje is inderdaad dat het vooral in het begin, dat is een merkelijk verschil in het begin, enorm wordy en literair. En volgens mij denkt ze dan Nabokov. Volgens mij denkt ze aan twee of drie boeken van Melville. En heeft ze geen zin in de rest. In de stijl waarin het begin geschreven is. Maar schrijft niet in de stijl van Melville. Maar er zit een soort preoccupatie met de trek van Melville. Bijna een rimbaldesk motief dat erin is. Dat fascineert. Maar hele goede dingen ook, hoor. Ze heeft... Goede dingen. Zijn... fundamentele eenzaamheid die ze op een gegeven moment zet. En dan bijvoorbeeld zijn ontmoeting en de ontdekking van zijn zielsverwantschap met een andere grote Amerikaanse schrijver, Hawthorne. Dat is een heel goed motief wat ze erin brengt. Dat hij ontdekt een zielsverwant. Hij denkt eindelijk iemand die met hetzelfde bezig is als ik. Ik ben alleen maar in mijn eentje bezig. Maar waarom zet ze daar dan weer zo'n homoerotische... Met Hawthorne niet zo, maar wel zoiets van, dit is mijn redder. En die man, Hawthorne, die denkt, geweldig, maar ik heb nog een gezin. En dat beschrijft ze wel goed. Dat is voor mij in mijn herinnering althans niet puur op die homo... Het andere is dat inderdaad dat over die homoerotiek, die volgens mij wel aanwezig is. Maar het is gewoon een essay wat ze erin geplakt heeft. Ja, en dat vind ik vervelend van het boekje. Ja. Daar komen ook die herhalingen vandaan op een gegeven moment. Dat ze een aantal dingen bij elkaar gestopt heeft van dit is een essay wat ik heb uitgesproken op een conferentie van Melville Kenners dan. En dan krijgt het overwicht. Je kunt zeggen, het is niet een echte biografie, maar het bespreekt werk en biografie samen. En dat is op zichzelf mooi bij een schrijversbiografie, een schrijversleven. Maar wat zij dan over die boeken te melden heeft, ik vind dat... Moby Dick besteedt ze 30 bladzijden aan, maar wat ze daarover zegt... Ze citeert voornamelijk. Er is een opstel van Vestdijk, dat heet Enige Proefje Zout Water. Dat gaat over de zeeroman. Die besteedt 5 bladzijden aan Melville. En daarin zegt hij zo ontzettend veel interessanters en scherpers over Moby Dick. Dat ben ik helemaal niet met je eens. Dat staat in de Poolse Ruiter. En dan gaat hij Conrad en Robinson Crusoe erbij halen. En dat vind ik echt een zwavelstuk. Nee, helemaal niet. Hij zegt alleen al over Moby Dick. Dat doen we een keer. Het laatste boek van deze stapel. Maar goed, dat je geen argumenten voor hoeft aan te dragen. Oh, die heb ik met massa's, maar die krijg je na deze uitzending. Kirsten Frerichs schreef over Maria Dermouten. Een schrijfster die hij bewondert. Hij zelf heeft het nodige ook op zijn naam staan. Aan proza en zelfs poëzie. En is ook criticus, theatercriticus. Blijkt
gefascineerd door deze Maria Dermout, om haar werk en om haar levensverhaal. Tegelijkertijd met de biografie verscheen het verzameld werk opnieuw van Dermout, dit keer voorzien van een nawoord van Kester Freriks. Het verhaal van een schrijfster die heel lange tijd geen schrijfster is. Dat is meteen de problematiek waar de biograaf mee zit. De eerste 50 jaar van dit leven verstrijken moeiteloos in afwisselend Nederland en de kolonie over zee. En van een oeuvre is nog geen sprake, dat komt pas helemaal aan het eind. Dus lange tijd is het de biografie van de vrouw van een bestuursambtenaar. We komen haar in allerlei plaatsen in Indonesië, in Nederlands-Indië tegen. Wat ben ik toch gedecoloniseerd. En we zien dat de auteur van de biografie als het ware met terugwerkende krachten op die jaren commentaar moet geven door een laat oeuvre te laten wortelen in een lang leven dat daaraan vooraf ging. Maarten, wel tevreden? Ja, ik vond dit dan een veel mooier boek. Volgens mij zitten twee ideeën in het boek die steeds weer naar voren komen. En dat is ten eerste, Dermout heeft heel lang in Indië gewoond, komt uiteindelijk in Nederland en is zoals veel Nederlanders eigenlijk ontheemd. Haar jeugd en dat land is weg en dat is ook typisch de ervaring van de emigrant. En dat vind ik, dat speelt steeds, niet expliciet, maar het speelt steeds impliciet een rol die dat boek mooi maakt en iets van dat leven laat zien, iets van dat werk begrijpelijk maakt. Het andere thema is dat hij, Freriks stelt dat zij een jeugdliefde heeft en dat de liefde is van Dermout gedurende haar hele leven. En weliswaar komt ze die jeugdliefde later weer tegen. Ze is verliefd op hem en heeft daar een moeilijke verhouding mee. De man overigens is de jongere broer van de beroemde wiskundige Brouwer. Wat het allemaal nogal interessanter maakt. Maar wat hij suggereert is dat zij een leven lang eigenlijk van die andere man hield. En ondertussen een huwelijk in Indië heeft gehad met een man die een carrière maakte en een gezin. En ik geloof dat niet. Want om dat aan te tonen, laat hij zien dat hij dat zij een ontmoeting heeft met deze man in Indië, zo in 1929. En misschien zelfs enkele dagen. En hij doet dat vanuit het werk dat zij heeft geschreven in de jaren 50. Maar zij leert die man pas weer kennen dat haar man in Nederland dood is gegaan. En dan schrijft zij die verhalen. En uit wat hij presenteert wordt helemaal niet duidelijk of ze elkaar ten eerste al ontmoet hebben. En als dat zo is, of zij ook echt een aantal dagen met elkaar zijn opgetrokken, zoals Freriks zegt. Daar is helemaal geen. Dus met andere woorden, hij maakt dat leven veel romantischer en mooier. Ja, hij doet het met twee dingen. Dus ook met het geboorteverhaal. Maar je ziet precies het omgekeerde als bij Roland Holst. Daar heeft de biograaf goud in handen, maar hij maakt eigenlijk het leven veel saaier dan hij zou kunnen. En dit leven is een stuk saaier, maar het wordt mooier gemaakt dan het in werkelijkheid is. Ja, maar dat is niet helemaal onbegrijpelijk. Nee, en het is niet helemaal waar. Laten we dat eerst vaststellen. Oké, okay, Bas. Ja. Ik vond het een heel intrigerend boek, omdat het is eigenlijk heel geserieerd geschreven. Hè? Het verliest zich niet. Vaak worden het staande dingen dat je denkt, ja, en verder. Maar de stijl is zo en de compositie is zo dat de biograaf zich wel degelijk bewust is van een bepaalde suggestieve kracht van de dingen die hij vermeldt en zo. Maar hij gaat er niet eindeloos op voortborduren. Dus ik vond het eigenlijk een vrij compact en geserieerd geschreven boek. Ik vond wel dat hij soms dingen laat liggen. Bijvoorbeeld is hij getrouwd. En dan met een man die heet Isaac, maar dan maar dat vond ze geen mooie naam, ze noemde hem Joop. Dus dan denk ik, dat is toch een beetje als ik Michael Zeeman opeens Koos Zeeman ga noemen. Ik bedoel, het heeft iets. Ik kijk me niet zo boos aan. Maar Isaac is natuurlijk een Joodse naam. En dan denk ik meteen. Zou er iets wezen? Zou er iets, want zij is niet ook niet helemaal vrij. Om je man nu naar een associeefmerk te noemen? Ja. Precies. Dus er zijn. Maar voor de rest gaat er van een heleboel andere dingen wel suggestief kracht in. Dat ik het juist wel prettig vind dat hij daar niet eindeloos op voorbeduurt. Ja. En ik geloof dat die uit die late dagboek die ze schrijven is wel degelijk dat die Albert Brouwer. Dat toch absoluut een obsessioneel. Ja. En zo'n man die zelf denkt van. Ja, maar pas in het laatste van haar leven. Ja, maar dat is toch een. Nee, alles is een obsessie van vroeger bij haar in haar leven. Dus ook deze liefde. Nee, ja, want er is natuurlijk in die middelbare schooltijd is wel degelijk een romantisch contact. Maar het heeft niet bestaan in dat hele grote middendeel van haar leven, zoals hij suggereert. Nee, hij zegt de hele tijd, het kan niet anders of zij moeten elkaar ontmoet hebben. Het zou wel gek zijn als, maar er is geen enkel bewijs voor. Ja, en wat ik wel heel mooi vind van wat Kester Freriks heel mooi duidelijk maakt, is dat het anders dan Roland Holst, dat zij haar visionaire
blik van de 10.000 dingen. Dus een soort eenheid alle dingen. Dus tegenover liefde staat haat. Maar die haat kun je verdragen als je weet dat er ook liefde is in de wereld. Een soort bijna visionair visioen van harmonie. Dat ze dat heeft bevochten op wel degelijk reële ervaringen van een heel erg verschrikkelijk koloniaal leven. Ja. En want dat Tempo Dulu-achter heeft zich altijd tegen verzet, tegen het heimwee-achtige. En het is ook een verschrikkelijk leven geweest. Dat is helemaal niet mooi. Hij bejegent dat met sympathie. Maar dat is duidelijk. Mij staat het tegen de borst. 10.000 dingen, dat zijn er enkele duizenden te veel. Ja, maar en je ziet dus in die beeldvorming die zij zelf maakt, dat, ik deins dat voor terug. Maar wat je bij hem, en wat mij dus zeer intrigeert, is ziet dat hij weet die eerste 50 jaar, daar moet het allemaal op de een of andere manier vandaan komen. Maar hij heeft niks. Hij heeft ongelooflijk vervelende, saaie brieven naar de tantes in Hilversum. Mm-hmm. Daar zitten een paar. Je moet even het plaatje laten zien, want we komen daar toch in een wereld terecht waar de geuren van ongeluchte kamers je op een nare manier te moeten gaan. Dat in Nederland kennen. Ja, dit is echt mijn vaderland. Met grote vreugde kijken naar die foto. En ja, die brieven zijn natuurlijk ook zo. Ja. En wat hij dan doet, en dat is en mooi en tricky, is dat hij dat latere werk, 10.000 dingen, nog pas gisteren, nou helemaal niet nog pas gisteren, jaren geleden, dat hij dat gebruikt om commentaar te geven op die periode. Ja, maar er was ook iets wat Bas zei, wat absoluut heel juist is. Alleen zou ik dat meer op het werk willen betrekken, want daar hebben we nog eigenlijk helemaal niks over gezegd tot nu toe. Dat je zei, ja, heel vaak dacht ik, en verder, dat hij op een gegeven moment blijft steken. En dat heb ik heel sterk op de momenten waarop Freriks, en ik heb absoluut veel waardering voor die biografie, maar hij heeft een makker naar mijn gevoel. En dat is dat hij op bepaalde momenten volgens mij buitengewoon zinnige dingen over dat werk zegt. Hij haalt het namelijk helemaal uit dat Tempo Dulu-sfeer en die Indische literatuur. Ja. Want hij zegt, er zit geweld, er zit wreedheid. En hij verbindt het zeer terecht. Ik weet niet eens of hij dat doet. Je zou het moeten verbinden met Forster. Er zit dus, en dat kun je heel goed mooi verbinden naar het leven wat hij beschrijft. Ze heeft als kind rietbranden, dus sabotage, op zo'n suikerplantage meegemaakt. Natuurlijk, er was voortdurend sabotage in al die koloniën. En dat, die soort angst, die onbestemde angst, zit in die boeken. En ik vind het jammer dat Freriks op die momenten dat wel aanstipt, maar daar niet meer op door is gegaan. Want dat heb je een geweldige link tussen leven en werk. En dat wil je graag. Er zit een raar discrepantie tussen die enorme Indische vertutting. Als al die brieven die je leest, dat ook dat wel in die zin en ook wel dat die omslag die zij. Kijk, die man, dat is de interessante tegenstelling, dat doet hij heel mooi. Die man die wilde alleen maar terug, die vond het niks daar. Die wilde carrière maken en zo snel mogelijk. Nou, die had helemaal. Die wilde pensioen. Vooral pensioen. Toen hij 30 was, wilde hij al met pensioen. Of toen hij 20 was. En zij krijgt op een gegeven moment. Zij gaat mee in al die tutting van een lief. Al die verkleinwoordje, een lief kindje en dit en dat. En naar die tantes vooral. Maar dat moet dus, en daar, volgens mij maakt hij daar een fout, dat hij dat aanneemt voor haar gevoelens. Of dat commentarieert hij niet. Maar dat moet een soort front geweest zijn. Want daar. Achter is natuurlijk, dat kan niet plotseling uit de lucht komen, van een innerlijk leven ontstaan. Ja. Waardoor ze zich, dat noemt hij wel, dat ze toch naar dat Indië keerde. En daar een soort, niet alleen een belangstelling voor de cultuur aan overhield, maar ook een enorm transcendente visie op het leven. En die ontwikkeling, die mis je een beetje, omdat hij daar niet genoeg materiaal over heeft. En soms denk je misschien dat hij het moet omkeren. Had hij moeten beginnen met het moment dat ze schrijver is en dat oeuvre schept en van daaruit terug moeten werken. Want hij is goed in het gebruik van dat werk. Dat doet hij mooi. Ja. En je ziet dus dat bijvoorbeeld het hele middendeel, waarin ze dus iedere 3 maanden verhuizen naar een nieuwe standplaats in dat Nederlands-Indië, dat hij daar ook niet goed mee aan de voeten kan. Dat is één grote impactpartij. Weet je wat ik zo raar vond? Dat is wanneer het naast Roland Holst ligt. Je ziet, ze zijn allebei in 1888 geboren. Ja. Ze hebben in ongeveer dezelfde jaren hebben ze allebei een geliefde in de Larissenstraat. Ja. Dan weet ik er nog één. Boy Melville zijn in hetzelfde jaar gestorven. Ja. Zo, dit is een samenhang in het programma. Ik herinner me een beeld in die biografie over Dermaut, waarin zij op het eind van de oorlog moeten ze weer verhuizen. En zij is erg ziek en kan niet meer lopen. En ze wordt in een kinderwagen vervoerd. En het is een dramatisch beeld. En dan krijg je iets heel merkwaardigs. Op een gegeven moment dan laten ze die kinderwagen los. En die rijdt zo het bos in en het puin van de oorlog in. En dan denk ik, wat jammer dat niet zo'n beeld over Roland Holst bestaat. Hè? Omdat hij dan in die kinderwagen zit en dan vast het kind wel. Is. Van der Vecht zou het niet gezien hebben. Nee. Ik moet gaan afronden. In de stapelbiografie die ik voor dit programma doornam, viel ook nog op het boek van Koen Hilbenink. Een erg mooi boek over Paul Rodenko. U weet, Nieuwe Griffel Schone Leien. We hebben hem niet gedaan omdat er 2 anderen uit die Nederlandse traditie, jonge traditie, om aandacht vroegen. Ik ben een vreemdeling, ik sta apart.
We hebben in een eerdere aflevering van dit programma met zeer veel liefde gesproken over Amitav Ghosh, Het Glazen Paleis. Een roman uit Burma in India. We hebben hem echt de hemel ingeprezen en dat is niet onopgemerkt gebleven. De Nederlandse editie is nu uit, Het Glazen Paleis. Ziet er ook, we bevelen hem beide aan, zie ik. En voor de zomer spraken wij in dit programma over de Hongaarse schrijver Sandor Márai, schrijver van een groot maar verspreid oeuvre. We waren toen heel gelukkig met het boekje Gloed. Ik weet dat jij ook vreselijk enthousiast was, Maarten, over dat prachtige kleinood. Dat is aan een triomftocht bezig en daarbij hoort de vertaling van een volgend boekje van hem. En dat is De Erfenis van Esther, novelle-achtige kleine roman, maar opnieuw schitterend. Dit waren de boeken van deze maand. Over een maand zijn we er weer. Begin volgende week kunt u op onze website zien welke boeken we dan gaan bespreken. We zitten op die website ook met de gegevens over de boeken die we nu hebben besproken. Met misschien nog leuk om te noemen een mooie doorverbinding ook met Rambo van Graham Robb, die een eigen website bijhoudt met allerlei discussies over Rambo. Dat kunt u dus allemaal op uw eigen gemak nakijken. Ik dank u voor uw aandacht en ik dank jullie voor dit gesprek. Nou ja, over die Vestdijk-essays hebben we het zo meteen. Ja, of laten we dat nu meteen over beginnen. Ja, misschien is het een goed idee. Het is gewoon niet een enorm prikkelend boek. Dat bijna elke zin riep wel een soort... Wat Vestdijk zo mooi doet is, hij zegt, het is de eerste roman waar geen eiland in voorkomt. En het eiland komt terug doordat dat schip een eiland wordt. Ja. En dat is goed gezien, want het gaat allemaal om dat schip. Ja, ik als oud-eilandbewoner hou erg van deze vergelijkingen. Ja, het spreekt me ook reuze aan. Ja, wij, Johansen.